Hallo internetvrienden, daar was ik weer. Super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Ik ben op het moment in een Airbnb en het is echt amazing. Niet normaal. Wauw. Ik heb al het een en ander laten zien op mijn Instagram stories. Mocht je me daar nog niet volgen op Instagram, volg me dan ook nog eventjes daar. Maar ik zal het nog wel een beetje in beeld doen, want het is hier echt... Ja, ik ben gewoon in een soort gigantische bamboehut. Het is gewoon geweldig. Ik hoop dat jullie niet al te veel... Er is wel een hoop omgevingsgeluid, sorry daarvoor. Ik hoop ook dat jullie niet al te veel last hebben van de wind. Maar ik doe heel erg hard mijn best om weer in te lopen. Daarom ben ik vandaag terug met aflevering 9. Ik heb een comment die ik opvallend vond van vorige aflevering. Die zet ik nu eventjes in beeld. Laat me vooral even weten wat je mening is over het seizoen en over alles wat er gebeurt. Want misschien bespreek ik jouw comment dan wel volgende week. Goed, ja, de aflevering begint en Indico krijgt meteen de beurt. En Indico... Hij vindt het heel leuk om jou weer even te zien. Nou, gezellig. Leuk. Ja. Cultuursnuiven en ook nog een roadtrip. Oh. Ja, superleuk. Maar dacht jullie ook waarschijnlijk hele vette dingen hier zien. Jullie gaan echt een beetje Mexico zien in hoor. Echt ik heb nog veel te weinig gezien hier. Nice, als. Maureen loopt inmiddels tegen de muur op, daar in die hacienda. Die vindt alles geweldig, zolang het maar buiten de villa is. De meiden en Thomas gaan op roadtrip. Oftewel, een rondje om het blok rijden in een dikke bak. En een lekkere auto? Ja, heb ik even geregeld. Wow. Deze roadtrip wordt wel echt heel cool. Ja, gewoon al door die auto, ja. Ja, zou wat zijn als je op de fiets had gemoeten. Indigo, wil je achterin? Heeft ze keus. En Thomas had ook heel lekker met een tijgerbloesje aan. Dus dat was echt, ja, dat was wel heel grappig. Goed, Indigo heeft vorige aflevering een middag de tijd gehad om Thomas uit te leggen hoe hij zich het beste kan kleden. En alsnog weet hij het gore lef op te brengen om in dit tijgerpak aan te komen zetten. Het is toch niet normaal? Hebben jullie al eens een keer gehad dat jullie ook te veel hooi bijvoorbeeld? Dat je een beetje overliep misschien? Ja. Ik zei het in de vorige aflevering ook al, maar ik heb een beetje het gevoel alsof de productie heel erg aan het aansturen is op diepgang. Thomas gooit namelijk uit het niets weer een balletje op. Ja, dat heb ik wel regelmatig denk ik. Ja? Niet heel lang geleden dat ik echt zo druk was met mijn werk en met school en met stage en liep gewoon echt allemaal. En dan wilde ik s'avonds nog dingen met vrienden doen, omdat ik dat ook heel belangrijk vind. Dat ik gewoon niet meer naar mijn ouders toe kon en toen werd het me echt wel heel veel. Ja. Oh, ze is wel jong, inderdaad. Ja, ja, mijn moeder kreeg kanker, mijn vader een herseninfarct. Dat meen je niet. Een pandemie, COVID-afdeling. Zijn ze nog of niet? Ja, ja, ze hebben het goed overleefd. Asja niet, trouwens. Als ik haar zo hoor praten, krijgt ze er in de gemiddelde werkweek 10 jaar aan levenservaring bij. Hij gaat even 1-op-1 met haar zitten. Zit je nog een beetje lekker in je vel? Ja, ik heb echt super naar mijn zin. Toch? Zie je, als je erop gaat letten, dan zijn het allemaal wel redelijk ingestudeerde levensvragen waarvan ik vermoed dat ze door de productie bedacht zijn. Hij is vooral heel erg geïnteresseerd in mijn werk. Dus ik vind dat echt wel heel tof. Maar ik denk, ja, het kan ook wel een keer ergens anders of zo overgaan. Snap ik, Asja. Hij moet gewoon vragen of je een keer voor de gezelligheid een hersenscan wil maken. En daarna moet hij er ook echt over ophouden. Ook Indigo mag gezellig even kletsen. Stel, wij krijgen een relatie, hè? Wie weet. Wie weet. Maar bijvoorbeeld, zou je dat dan aan publiek willen delen? Of zou je het liever anoniem houden? Nou, anoniem sowieso niet. Maar ik ben inderdaad niet iemand die super openbaar is daarmee. Ik vind dit echt een heel bijzonder gespreksonderwerp voor een stel mensen dat in een televisieprogramma op zoek is naar de liefde. Ze is niet zo openbaar ermee, maar ze doet wel mee aan de Bachelor. Van al dat gedate heeft Thomas trek gekregen en daarom nodigt hij Inge uit om bij hem te komen eten. Het is weer tijd voor een diep gesprek. Ja. Goede band met je ouders? Hele goede band met mijn moeder. Maar mijn vader is overleden. Oh. Oh. Zie je, dit ook weer. Dit komt ook in een keer spontaan boven tafel. Ja. Al lang? 2013. Oh. Dus dat is even geleden. En waaraan dan? Leverkanker. Zo. Ja. Heavy? Ja, best wel. Toen heeft hij uiteindelijk gekozen om euthanasie te plegen. Echt? Ja. Heftig, man. Ja. Ik vind het een beetje een ongemakkelijk gesprek. Ziet dat hij duidelijk niet echt weet wat hij erop moet reageren. Maar ja, anderzijds heeft hij er wel naar gevraagd. En dan de dingen die hij dan vervolgens zegt zijn een beetje van ja, kut man. Wel veel trouwerijen en zo meegemaakt? Heel veel. Oké, random. En je zou zelf ook wel willen trouwen? Ik zou het wel leuk vinden, ja. Ja, jij? Hoe zie je het dan voor je? Het hoeft voor mij niet zo extreem, zeg maar. Als ik over mijn bruiloft nadenk, dan zou ik natuurlijk alle James Bond met een parachute daar landen. En uiteraard... Ik kan jou soms echt niet serieus nemen. En uiteraard zouden we dan met z'n tweeën in een helikopter wegvliegen.
Oké, ik heb persoonlijk wel even genoeg gehoord over alle actie en avontuur. Het is alsof mijn gebeden zijn verhoord, want van actie en avontuur gaan we nu over op, jawel, spiritualiteit. Je hebt geen idee wat we gaan doen, hè? Nee. Nee? Nee. Ben je een beetje spiritueel? Een heel klein beetje. Oh, oké. Okay. En dat is goed voor de afwisseling, want Romy is inmiddels al een aflevering of 5 vertrokken, dus het werd weer tijd. We gaan vandaag een modderceremonie doen. Je gaat samen een ritueel aan. En het idee van het ritueel is dat je jezelf helemaal gaat reinigen. En daarna ga je openstellen. En daardoor kan dus dan misschien wel een nieuwe connectie ontstaan. Je ziet ook echt aan zijn ogen dat hij denkt, waar heb ik het in godsnaam over? Close your eyes. Close your eyes. Nou, je raadt het al. Vervolgens staat er een sjamaan om hun heen met sambaballen te rammelen. Close your eyes. Oh, close your eyes. Terwijl ze tegen elkaar gedrukt zijn, schuurt hij een halve struik over ze heen. En als klap op de vuurpijl wordt er nog op een toeter geblazen. Zij lacht, dan moet ik lachen. En we kunnen goed met elkaar praten. Het voelt gewoon alsof we een beetje op hetzelfde level zitten of zo. Terwijl Thomas in een soort van tantrische extase gebracht wordt samen met Merel, vertelt Inge in de Hacienda hoe goed het gaat met haar relatie met Thomas. Ja, het was heel, heel romantisch. Echt, ik vond het echt heel leuk. Ik heb ook verteld over mijn vader. Ik heb heel veel gelachen. Een beetje geflirt. Ja, het was gewoon heel leuk. Ik denk dat we Thomas moeten klonen. Er is geen andere oplossing. Inge die heeft ook even door haar derde oog gekeken. En ze heeft een voorspelling voor de date van Thomas. Ja, date gaat zijn. Zij gaat sowieso echt volle bak tongen, denk ik. We spoelen even vooruit. Ik denk dat we wel onze moeder zich af moeten halen. Goed, nou ja, aan die uitgesmeerde chocolade zien hebben ze het gezellig gehad, denk ik. Dat had ik even niet verwacht. Nou, schat, Inge toevallig wel. Merel komt terug in de villa en dropt de bom. Oh, mijn God, wat intiem. Ja, heel intiem inderdaad. En verder? Ja, we hebben gezoekt. Ja, nu wordt het natuurlijk in één keer heel erg ingewikkeld. Wat een kwelling. Ja, leuk voor jou, kut voor ons. Ja. Ja, dat is niet leuk. Ik vond het echt, echt, echt heel stom. Hele natuurlijke reacties ook wel hoor, van die meiden. Het is mooi om te zien dat ze in ieder geval elkaar de ogen niet uitkrabben. Tijd voor de cocktailparty. Lieve dames, zo vlak voor weer een moeilijk beslismoment wil ik deze cocktailparty gebruiken om iets belangrijks te onderzoeken. Net zoals jullie vast wel eens afvragen wat ik van jullie vind, is het andersom natuurlijk ook zo. Bij voorgaande cocktailparties heb ik vooral het initiatief genomen om jullie één op één te spreken. En leken jullie best wel afwachtend. Maar ik hoop dat jullie wel echt voor mij zijn. En niet vooral waarde hechten aan jullie vriendschap die jullie hebben opgebouwd met de anderen. Oké, dit is niet helemaal eerlijk. Die meiden die gaan allemaal door dezelfde hel heen. Het is logisch dat ze elkaar er doorheen slepen. Dit is meer dan vriendschap. Deze meiden zijn bondgenoten en rivalen tegelijk. Het is verschrikkelijk. Thomas, jij zit lekker elke avond met je poot omhoog in die villa na te denken over wie je morgen wilt tongen. Die meiden die zitten hele dagen in die villa te verpieteren omdat er nog 10 meiden achter dezelfde gozer aan zitten als zij. Dat kan je ze niet kwalijk nemen. Ik ben daarom benieuwd wie zichzelf en de groeiende band met mij even voorop zet en mij komt vergezellen totdat ik weer vertrek. Het is nu aan jullie. Hopelijk tot zo. Oh, moet iemand kiezen? Oh mijn god. Met de groetjes van Thomas. Nou, ik neem aan dat we gewoon wel ons beurt gaan. Moet iemand kiezen? Goed, ja. De hele bedoeling hierachter is dat de meiden ballen gaan tonen. Maar ze zijn alsnog hartstikke vriendschappelijk met elkaar. En daarom gaan ze democratisch besluiten wie er als eerste de overtocht moet maken. Nee, sta niet kiezen. Nee, oh, niet. Wie? Nee. Gaat er toch niet eentje? Wat denk jij nou? Gewoon allemaal. Let's go. Mau en No, jullie mogen sowieso. Iedereen mag. Indigo is er klaar mee. Ik vind het helemaal niks. Ik ga hem gewoon straks op zijn bek pakken, want blijkbaar werkt dat. Schat, Merel staat er nog naast, hè? Ja, je bent klaar mee. Misschien eerst even een gesprek proberen te voeren. Ik was net zo lekker aan het praten over mijn gevoelens voor hem. Oh. Ja, toen kwam er één opzouten. Maar, ja, hoe was het? Het gesprek, leuk? Ja, het was gewoon heel chill. Maar heb je getonkt? Ja, alles kan nog gebeuren. Ook Asha is in de war van de situatie en geeft Thomas de wind van voren. Maar ik vroeg me wel af, want je neemt best wel veel dames de hele tijd één op één. Ja, hoezo nodig je mij eigenlijk niet uit op een één op één date? Natuurlijk is een één op één anders, omdat je wat langer de tijd hebt. Maar ik vind het ook belangrijk dat je plezier met elkaar hebt. Maar ik vond het wel leuk. Ik vond het heel leuk. Dan heb jij daar een goed gevoel aan overgehouden. Een antwoord krijgt ze niet, maar ze heeft in ieder geval wel de kans gehad om 4,5 minuut met Thomas te zitten. Dus dat is wel weer een stap vooruit. Inge die stijgt inmiddels op van de spanning. Je
Ik word helemaal gek. Godverdomme, blijf van mijn vent af. Moet je tegen haar zeggen. Sorry. Ik snap haar gevoel wel zo goed, hè. Je voelt je toch ook malle jopie als je net een hele leuke date hebt gehad met iemand. En vervolgens zie je allemaal andere leuke meiden bij hem aanschuiven voor een wijntje. Het is uiteindelijk tijd voor de rozenceremonie en Anne Noëlle moet naar huis. Ja, jammer. We hadden het gewoon heel gezellig samen. Dus ik denk ook dat er gewoon misschien meer vriendschappelijk was dan echt romantisch of zo, denk ik. Het is op zich wel grappig om te zien, want Anne Noëlle leek wel degene waar hij het meeste lol mee had, maar ja. Sorry. Nee, het is oké. Okay. Ik moet keuzes maken. We hebben enorm gelachen en een leuke tijd gehad. Zeker. Ik hoop dat hier iemand voor je tussen zit. Het kan alle kanten op gaan in de Bachelor. Goed jongens, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in de comments even weten wat je ervan vond. En dan zie ik jullie natuurlijk weer volgende keer. Adieu!